Hallo, mijn naam is Anthony Bootsma en ik ben eigenaar van Street Sprint. En ik maak van petflessen mooie kunstdoeken. Hoe ik dat doe, dat zie je nu. Deze decodoeken worden vervolgens strak gespannen in een aluminium frame, waardoor het oogt als een waar kunstwerk. Nou, hoe gaat het in zijn werk? De petflessen worden ingezameld. Daarna worden deze versnipperd tot granulaat. Dit zijn kleine plastic vlokken. Dus je kan het zien als een ware petfles in de shredder gaat. Dan blijft dit van over. Daarna worden ze verbrand en omgezet in vezels. Deze vezels worden gespannen tot garen en daarna verweven tot dit textiel. Daarna wordt dit geprint op sublimatiebasis en wordt het precies volgens het juiste formaat uitgesneden. Nadat het doek op sublimatiebasis is geprint, wordt de platte pees eraan genaaid. Dit is een PVC-vrije pees waarmee het doek strak in het frame kan worden gespannen. Speciaal voor bedrijven hebben wij het program waarmee je eindeloos kunt inspireren binnen één of meerdere frames. Je kiest een aantal frames, daarna kies je de prints op onze website uit. Dit zijn er maar liefst 1100. U kunt natuurlijk ook eigen foto's toesturen of eigen thema's creëren op de werkvloer. Met het program werken we met 3 standaardmaten, welke u terug kunt vinden op de website. Buiten de standaardmaten om doen wij ook custom-made printing. Dat betekent dat we hele muren circulair kunnen decoreren met de mooiste en gaafste prints van Nederland. Ik zie u graag terug op de website www.switchprints.nl.